over 200 meter. Uw bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Zet hem op, mannen. Zet hem op, hè. Zet hem op. Ja, dan is het wel lekker. Hier op die Walberg Trail. We zijn inmiddels al om 10 uur vertrokken met die 50 kilometer. Dus ja, die zijn al van start. En dan hebben we zo weer de start van de 25 kilometer, de 5 kilometer. En natuurlijk als afsluiting de 15 kilometer. 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 5. En daar gaat de middag. Ah, het is daar gelijk, nummer 23. En die Zara die daar vanmorgen. We hebben nog niemand in het aanbieden. Helemaal. Bedankt, we gaan door, maar dit is. Ik denk dat het dan die nummer 23 is. Het is nummer 21, we hebben over Jamiel Heijman. Die 23 met een hele mooie overwinning in 7 kijken, 7 minuten en 5 seconden. Een hele mooie prestatie. Ah, daar komt daar 78 dan Hazing.
Hij pakt naar de tweede plaats en ook de eerste jongen. Daar komt weer een meisje met nummer 11. En we hebben het over Jill Harne. En zij pakt een mooie tweede plaats bij de meisjes. En daar komt weer een jongen en weer een meisje. En zo hebben we daar in ieder geval Marit Vestveld en Jede Slager. En deze dame die gooit er even een sprintje uit. En dan hebben we het over Loek Hartkamp. Hier komen weer twee toppetjes. En we hebben het over Silver Werfs en Nova Werfs. Nee, Werfs en Werfs. Ja, de letters liggen zo tegen elkaar. Ah, staat achter zeven toch? Ja, 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 ja! Joey Munsterman! Hij komt hier van de camping natuurlijk. Indy! Indy en Snake, ja, ja! En dan komt er een beetje. Oh, nog een klein stukje, maar die ben je bijna! Indy en Joey! Indy en Joey! Ja, heel goed gedaan hoor! Dit gaat met hoge stellingen natuurlijk richting die finish. Het trekt weer te sneeuw, maar we zitten gelukkig onder de dak. Kijk eens aan, 1 en 2, Elisa en Iris. Daar komt Elisa binnen en ook Iris van Houten binnen. Een hele leuke boxen hier naartoe gekomen. In 13-29 en 13-32 zijn zij de laatste die over de sneeuw gaan. En de mooiste is, Nayera is het algeheel winnaar, hè? Dus ze klopten gewoon alle jongens. Ik zou zeggen, geef ze een grote applaus. Ferry en Jan komen even met de prijzen. Chazelle geeft ze nog even een grote applaus. Hier de plaatselijke loper van Sanne-Veurde. Daar ging Kortesiel nu ook al. Haag-Gerlijk Kamp natuurlijk ook van de Verdij. Op die 25 kilometer. En Kortesiel liep in het verleden ook allemaal mee met de 50 kilometer. Maar hij laat het dit keer over op die 25 kilometer. En daar gaan we aan de start. Ja, we zien in ieder geval jongens van de Rotse Haag. Henk Kortes hier ook veel te klust. En ja, zo zien we hier alle jongens. Haag, ja, ze gaan ook vast in de tijd. Op die 25 kilometer daar. En zo zien we de lopers. Onder Haag, die nog heel graag voor het tijdje van 100 jaar. En dan hier op 2-3. Hup, vrouwtje. Ja, we hebben willen maar weer weten waarom deze klust onderweg. Op die 25 kilometer. Gaan we door. Ah, die wilde, dat willen we van de veiligheid rechterhand, want we willen natuurlijk geen ongelukken hebben onderweg. En dan even toch op 100 en daar gaan ze weer buiten. Er is daar Steven de Vries en Dennis Rammelburg. En ook hier gaan ze allemaal langzamerhand op start voor die 5 kilometer. We gaan kijken hoe hard ze vandaag gaan. Die we weer stroken. Die vandaag op de 5 kilometer weer terug. Thank you.
Weer omhoog. De tweede keer.
Hey, super. 15 kilometer heeft hij de hele route natuurlijk gevolgd. Oh, dus het linkje van deze tocht van Frans de Graaf kregen we natuurlijk op Facebook. Dus dan kan u zijn ervaring van vandaag allemaal volgen.